Goeiedag. Ook deze tiendaagse staat weer in het teken van wisselvallig weer. Wel een mooie foto deze ochtend ontvangen. Hoog vanuit een torenkraan. Mooi uitzicht en dan zien we opklaringen, maar ook wel buien. En er vielen vandaag weer flink wat buien. Ja, regen, neerslag, dat speelt toch wel de hoofdrol in de verwachtingen de laatste tijd. Ik heb nog eens de neerslag op een rijtje gezet. En als we naar november kijken, wat kunnen we dan normaal gesproken verwachten? Aan zee, zo'n 100 mm, landinwaarts is dat 50 tot 90 mm. Maar deze maand november zien we dat er al veel meer is gevallen. In het westen van het land al meer dan 150 mm op veel plaatsen, lokaal zelfs 180 mm. En in het binnenland is ook al heel veel neerslag gevallen. Ja, die neerslagmetingen, dat gebeurt op heel veel stations. Meer dan 300 heeft KNMI beschikking over. Maar als we gaan vergelijken door de jaren heen, dan maken we altijd gebruik van 13 stations. En die ziet u hier, die zijn verdeeld over het land. En als je die dan bij elkaar optelt en daar het gemiddelde van neemt, dan heb je een aardig idee van hoe de neerslag verdeeld is in het land. En dan kunnen we die jaren natuurlijk allemaal op een rij zetten. En wat dan opvalt is dat sinds we meten, en dat is begin vorige eeuw geweest. er over het algemeen zo'n 700 mm neerslag viel gemiddeld genomen. Maar inmiddels is dat al opgelopen tot ruim 800 mm. En dit jaar is ook een bijzonder jaar, want als de neerslag. Nu verder volgens de normaal zou vallen, dan gaan we uitkomen op 1078 mm. En dat is bijna het natste jaar sinds de metingen. Het natste jaar is 1998, toen viel er 1109 mm. En stel nu dat december toch nog wat natter gaat verlopen, of de tweede helft van november, dan zou het zomaar eens een recordjaar aan neerslag kunnen zijn. U ziet achter mij ook nog een groene lijn en een gele lijn. Dat zijn klimaatscenario's, want de klimaatscenario's die laten zien dat er opties zijn dat het natter blijft worden. Of dat het toch wat droger gaat worden. En dat komt omdat in die scenario's twee belangrijke aspecten zitten. Veel meer winterneerslag. Dus dat er veel meer regen gaat vallen in de winter. Want sneeuw, dat wordt steeds moeizamer. Of juist veel drogere zomers nog. En dan is de vraag wie er gaat winnen. Gaat die winterse neerslag, die, die toename van winterneerslag, winnen? Of zijn het toch de droge zomers die echt gaan overheersen? Op basis daarvan is er een verwachting dat het toch nog wel wat natter gaat worden de komende decennia. Of dat het wat droger. Gaat worden de komende decennia. Dat is dus nog afwachten, dat is onzeker. Maar 2023, dat wordt in ieder geval een zeer nat jaar. Goed, we gaan naar de weerkaarten toe en dan kunnen we zien dat de komende dagen het weerbeeld toch wel wisselvallig blijft. Maar dat er af en toe ook nu wel een rustpauze is. Bijvoorbeeld de vrijdag. Dat ziet er allemaal rustiger uit. Woensdagavond zien we een neerslaggebied boven de oceaan. Dat trekt richting Frankrijk en België. En het zuiden van het land krijgt misschien ook wel wat regen morgen overdag. Dan op vrijdag tijdelijk wat rustiger weer. Een uitloper van een hoge drukgebied is dan dominant. En dan zien we in de loop van zaterdag weer een actieve storing passeren. Daarachter een westcirculatie met veel buien. Kortom, dat is weer wisselvallig weer op zondag, maandag en ook dinsdag zoals het er nu naar uitziet. Verder op de kaart ook duidelijk zichtbaar aan het eind van de periode een hoge drukgebied boven de oceaan met een uitloper richting Scandinavië. Over het algemeen betekent dat dat het wel wat rustiger weer gaat worden, maar dat is niet helemaal zeker, want dat hoge drukgebied heeft de neiging om verder naar het zuiden te gaan trekken en dan komt de weststroming toch weer op gang. Dat is allemaal nog ver weg. We gaan eerst even dichterbij kijken. We beginnen de kaart bij woensdagmiddag. Dat zijn de buien die we vanmiddag nog zagen, met name in de oostelijke helft van het land. Vannacht kan er ook nog een bui overtrekken. En dan morgen in een groot deel van het land droog weer. Zeker in de noordelijke helft verwacht ik eigenlijk geen neerslag. In het zuiden kan wel regen vallen. Die storing die over België en het noorden van Frankrijk trekt. Er zijn enkele weermodellen die dat toch ook wel over de zuidelijke provincies brengen, die neerslag. Nou, dat is nog een beetje afwachten hoe ver die neerslag naar het noorden gaat komen. In het slechtste geval krijgt ook het midden en oosten van het land te maken met die regen. Dat hebben we dan ook maar wel even op de kaart gezet. Maar het is maar de vraag of het er zo negatief uit gaat zien. De zuidelijke provincies, daar is de kans op regen in de loop van de dag echt wel wat groter. Morgen ook lagere temperaturen, 7 tot 9 graden gaat het worden. Vandaag hadden we dubbele cijfers, 11, 12 graden. In het noorden overigens morgen de meeste kans op de zon aan zee zou misschien nog een enkel buitje kunnen vallen. Vrijdag, dat is dan die rustige dag. Met droog weer en ook wat zonnige perioden. De nachten die kennen opklaringen. En dan kan het flink afkoelen. Vrijdag op zaterdag in het binnenland rond het vriespunt. Misschien wel een graadje vorst. Dat is helemaal niet uitgesloten. De ochtend begint dan waarschijnlijk ook nog wel met opklaringen en wat zon. Maar vanuit het zuidwesten komt dan de regen binnen. En dan krijgen we weer een bewolkte dag met regen. Temperatuur 8 graden. Zondag zitten we achter die storing. Daar zit wat zachtere lucht. Dat betekent dat de temperaturen weer omhoog gaan. Ook de nachttemperaturen gaan omhoog. Maar u ziet het al aan deze plaatjes. Het blijft erg wisselvallig. Kijken we nog even naar die neerslagcijfers. Wat dan opvalt: donderdag, droog weer in het midden van het land. Dat is die dag, dus morgen. Hoe ver komt die neerslag nou naar het noorden toe? Dit model laat duidelijk zien dat die kans erg klein is. In het weekeinde heel duidelijk wel weer de regen die terugkomt. En ook de dagen erna blijft het wisselvallig. Om het verschil nog even aan te geven: het zuiden van het land en het zuidoosten van het land. Daar is voor donderdag die neerslagkans dus echt wel wat groter. Vrijdag ziet er ook rustig uit. En in het weekend opnieuw de nattigheid. Kunnen we dan ook nog iets van de temperatuur laten zien? Jazeker kunnen we dat. Eerst die koudere nachten: de nacht van donderdag op vrijdag, maar met name ook de nacht van vrijdag op zaterdag. Want die nacht donderdag op vrijdag. Dat is toch wel een beetje onzeker, een beetje wiebelig. Er kan wat meer bewolking zijn, afhankelijk natuurlijk van hoe ver die bewolking naar het noorden komt. In ieder geval zondag en maandag weer de zachtere lucht. En daarna ja, de normale onzekerheid die je in een pluim mag verwachten. Er kan eens af en toe een wat koudere nacht bij zitten. Maar echt winterweer, dat zit er voorlopig nog niet in. Nog een fijne dag.